Ah, ik heb heel veel beperkingen. Ik heb echt... Dat oh, man. Ik heb meegedaan aan het programma De Misverkiezing met 1S. En daarna ben ik gevraagd voor het programma Jong. En daar hadden ze een item in waar ik een workshop stand-up comedy kreeg. En daarna moest optreden. En dat sloeg enorm aan. Dus toen dacht ik, nou ja, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Floor is stand-upper en ze heeft, zoals het heet, een beperking. En je kan zeggen, ondanks dat of dankzij dat, staat ze op een podium. Ik heb quadriplegie. En dat betekent dat ik spastisch ben door heel mijn lichaam. En daardoor heb ik constante spierspanning, dus praten gaat lastiger, bijna motorische handelingen. Het glazen stuk, dat is een beetje raar verhaal, maar het glazen stuk. En dan zit je te praten en dan knalt er weer een glas. Die beperking, dat heeft iets unieks ofzo. Ja, daar kan je heel veel uithalen. Er zit natuurlijk heel veel in, daardoor maak je heel veel dingen mee. Je hebt iets te vertellen. Je hebt iets te vertellen over je eigen leven, over de grote wereld of over iets wat ertussenin zit. En dat wil je op een bepaalde toon doen en daar blijkt een grappige observatie vast te zitten. Het is een beladen onderwerp en om die beladenheid er vanaf te halen, dat werd ik best met zelfspot. Want mensen denken dingen die ze niet durven te zeggen. En dan zeg jij ze voor hen. Ja. Ah, ik heb heel veel beperkingen. Ik weet echt... Oh man. Ze beperkt me zeker niet. Misschien is af en toe de microfoon vasthouden lastig. Maar daar blijft het bij. Floor gaat heel veel spelen en stand-uppen en in allerlei theaters. Dus ik ga Floor ongetwijfeld zien binnenkort. Ik heb meegedaan aan de Culture Comedy Award. En als je daar in de finale komt, dan ga je een finalist-tour houden. Dus ik heb de afgelopen 3 maanden wel echt in het hele land gespeeld. Ik speel vanavond in België, dus vanavond ben ik er niet bij. Maar het is internationaal, ja, het is echt niet te geloven. Het speelt nu, ik heb nooit in België gespeeld. Ja, what the fuck. Weet je wel, maar natuurlijk gehandicapt, vrouw, subsidie, je weet hoe het gaat. Maar dat gaat dan in België spelen, dat staat grote zalen en al die Belgen denken... Ik vind het goed, ik ben helemaal niet jaloers. Ik heb nooit in België gespeeld, dat is gewoon raar. Dat vind ik gewoon echt raar.